geeft een goed inzichtje in onze relatie, denk ik. Maar jij wist dat ik dit deed. Is dit gewoon torture? Ik ben zo misselijk. Ik kwam erachter dat ze zwanger was. Mensen, het experiment van deze week staat sowieso in de top 10 meest aangevraagde experimenten. Namelijk een week lang vloeibaar eten. A.k.a. een week lang op maaltijdshakes. A.k.a. een week lang chagrijnig zijn. Want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar chocola in vloeibare vorm... Ja, dat is echt niet te vergelijken met zo'n heerlijk perfect blokje chocola. De grap is, ik heb dit al eens eerder gedaan, 4 jaar terug ongeveer, toen ik voor Women's Health Magazine werkte. Want toen ontdekte ik dus een shake die alle vitamine en mineralen beloofde die je nodig hebt als mens. Met een goede verhouding van eiwitten, koolhydraten en vetten. Dus ik dacht, als dat waar is, dan moet ik me dus vet goed voelen als ik een week lang alleen maar die shakes eet. Want wanneer krijg je nou echt alle vitamine en mineralen binnen? Dat is best wel moeilijk om dat met voeding te doen. Nou, dat heb ik gedaan en ik heb er een artikel over geschreven, maar de uitkomst hou ik nog even voor me. Want ik dacht 4 jaar later, ik wil dit nog een keer proberen. Kijken of het geen placebo effect was en ik wil de resultaten met een groter publiek delen, met jullie. Ook is de markt heel erg veranderd sindsdien, want er zijn veel meer merken bijgekomen die dit aanbieden en de shakes zijn nog verder ontwikkeld. Dus ik ben benieuwd. Let's go! Yo, goedje, morgens. Welkom in de herfst. Ja, echt hè? Ja, het blijft begonnen en alles. Het is dag 1, het is 12 uur. We hebben al eventjes gewerkt bij de huiskamer van Rembrandt. Met een koffietje en een theetje. Of 6. Ja, jij 6. En ik begin heel erg honger te krijgen, dus ik ga naar de appie voor mijn eerste shake. Shit jongens, ik was helemaal vergeten dat de kruidnoten en de pepernoten en de chocoladenoten in de winkel liggen. Ik ben vet zielig, kan ik nog stoppen? Nee, helaas. Ik was steeds denken van oeh, dat is ook lekker, maar dat is echt vet zielig voor jou. Moet het toch zijn, hè? Shit, dat kan ik ook niet eten een hele week. Nee. Ik loop nu al echt een kwartier zonder kip. Wacht. Ik loop nu echt al een kwartier als kip zonder kop rond in de supermarkt. En ik kan die fucking shakes niet... Oh, heb je ze? Gelukkig. Echt man met de hamer, jongen. Ik heb zo'n honger. Shaking. Nou, no worries. Mijn dag is weer helemaal goed. Want de kassa-juffrouw vroeg naar mijn idee. Omdat we bier hadden gekocht. Voor mij niks. En terecht wel. Finally. Let op, over 5 minuten ga ik zeggen, jezus wat zit ik vol. Maar voor nu sterf ik echt nog van mijn honger. Ik ga vanille nemen, vanillesmaak. En de belangrijkste tip die ik erbij kan geven is gebruik koud water, niet kraanwater. Dat maakt de shake echt oneindig veel beter. Shit, ik heb het verkeerd gedaan. Eigenlijk moet je ook eerst nog water erin doen, want dan heb je minder klonten. Ik doe ook nog eens echt veel minder water erbij dan normaal of aanbevolen is of andere mensen doen. Want ik vind het lekker als het een beetje papperig is. Ieder andere smaak, toch? Is ook niet zo gek als ik straks misselijk ben. Want dan heb ik in 1 keer, echt in 10 seconden, heb ik dan bijna 400 calorieën op. Heeft je lichaam ook zoiets van, what the fuck ben je aan het doen? Jongens, we hebben bezoek. Hallo. Kijk nou wat ze voor me mee hebben genomen. Kokos stroopwafels. Dat is zo ontzettend iets voor mij. Maar jij wist dat ik dit deed. Is dit gewoon torture? Nee, Gaspian, dan begon altijd wat lekkers mee nemen. Nee, gewoon evil. Maar ze was de echte kant niet. Lekkere snackjes en zo meenemen. Ja, yeah, I know. Dat doen we heel vaak. Ja. Maar je hebt ook allemaal lekker eten. Dat is echt heel lief. En cheesy. Kijk, maar je hebt iets gevonden. Ik heb iets zachts gevonden. Oh, zo'n breed maar eens even. Dank je, jongen. Oké. Gewoon niet meer, hoor. Nee, maar de echte Sri Lanka heeft dus de rooster. Ja, dat heeft echt. Geef om dit kind. Wat zeg jij, Max de Vries? Ik zeg, geef om dit kind dat het zichzelf aandoet.
En de hypotheek ermee betaald, laten we dat ook nog even hebben. Jongens, ik heb een glas Malibu. Is het slim dat ik dit ga opdrinken? Wow, dat kan ik niet uit mijn woorden. Opdrinken. Is het slim? Ik heb het glas nog niet eens gedronken. Ja. Is het slim om dit op te drinken? Nee. Ga ik het toch doen? Ja. Cheers. Goedemorgen, jongens. Ik heb jullie iets niet verteld. Ik heb een geheimpje gehad de afgelopen weken. In mijn vorige video, of in ieder geval een video van laatst, heb ik verteld over dat we redelijk spontaan een derde kat hebben geadopteerd, Linda. Dat is een heel zielig verhaal, omdat Linda eigenlijk een hele zielige kat is. Lang verhaal kort, maar check die video. Punt is, we hebben dat redelijk roekeloos gedaan, dus Linda geadopteerd. Maar toen we haar wilden laten steriliseren, kwamen erachter dat ze zwanger was. En we vonden haar al wel een beetje dik en ze had wel een beetje een gekke buik. Maar ik heb nog nooit een zwangere poes in mijn leven gezien of gevoeld. Dus ik wist het niet. Ja, en we gingen naar de dierenarts, we zagen de buil hangen. En inderdaad, ze was toen al een week of ja, 7 of 8 denk ik al. Vannacht is Linda bevallen. Om 2 uur 's nachts begon het en het is allemaal helemaal goed gegaan. Ze heeft nu 3 hele lieve kittens. Ja, daar gaan we natuurlijk heel erg goed voor zorgen. Of een huisje vinden, we weten nog niet helemaal precies hoe en wat. Maar dit betekent dus dat ik sinds 2 uur wakker ben, want ik kon natuurlijk niet slapen. Ik was veel te excited. Het is nu 11 uur 's ochtends en ik voel me op zich best wel goed. Ik voel me niet alsof ik de hele nacht wakker ben geweest. Ja, ik ga maar denk ik aan een shakeje beginnen. Dit wordt een beetje mijn dag. Bizar dit. Ik heb even pauze genomen van de Kit Haze. Het is echt zo lief. En Linda die wilde de hele tijd aandacht van mij. Dus nu blijf ik daar de hele tijd maar eigenlijk bij zitten aan de aaien. Want ze lijkt wel alsof ze goedkeuring wil ofzo. Ik weet niet precies wat het is. Anyways, ik ga mijn tweede shake van de dag nemen. Ander merk. Deze ken ik al. Dat vind ik heel erg lekker. Deze heeft wel wat meer calorieën. Oh. Shit, doe ik het weer verkeerd om. Damn it. Dan doe je dan een beetje wodka bij. En dan is het klaar. Oh, niet? Dit vullen we altijd bij in de koelkast. Want we hebben altijd koud water. En dat is heel chill. Hashtag tip van de dag. Oh, nog een tip van de dag. De ding wel even goed aandrukken. Want ja, ik heb echt geen zin om schoon te maken. Ik moet trouwens zeggen, ik voel me echt nog best wel goed. Terwijl ik 1,5 uur slaap heb gehad vannacht. Dus go shaky. Het is 5 uur, ik loop er nog steeds bij als een zwerver. Max ook, overigens. Ik loop er weer bij als een zwerver, want ik ben wel gewoon net aangekleed. Ja. Maar de hele dynamiek van de dag verandert helemaal. Want ik wilde net, wat gaan we eten voorstellen? Maar ja, dat is dus een beetje weg. Dus het is meer, wat ga ik eten? Ja. En waar kan ik jou het meest mee in de weg zitten? Oh. Dat geeft een goed inzichtje in onze relatie, denk ik. Ja. Wel zin om slapen te eten. Als je slaap kon consumeren, dan wil ik nu graag 2 kilo slaap bestellen. Het is inmiddels 8 uur, denk ik. En ik heb 2 shakes gegeten, gedronken. Ja, net hoe je het wil zeggen. Genuttigd. Tot je genomen. Tot mij genomen. En je hebt opeens een broek aan. Had je net niet. Ik dacht nog, dit wordt een interessant filmpje. ik heb sowieso weer te weinig calorieën denk ik gegeten dus vandaag. Dus ik moet wel echt nog even een shakey nemen. Ga jij nog het eten, Max? Ik weet niet zo goed, ik heb heel veel M&M's gegeten. Really? Trying to make me jealous. Ik heb 500 kilometer in de auto gezeten, dan moet ik M&M's eten. Ik weet niet of dat de officiële... Jawel, dat is de officiële slogan van de autorijden. Oh, oké. Sorry, niet gelezen. Solide poep. Wat zou ik het meest missen? Deegachtige dingen. Deegachtige ja, gewoon van die pannenkoeken en zo. Carby dingen. Ja, toch? Zo lekker. So you. Dumplings, dat soort dingetjes en zo. Ja. Pizza. Pizza.
Als je de rest van je leven vloeibaar moet eten, wat is dan hetgene wat je het meest gaat missen? Jouw reep. Oh nee, maar die, don't lie. Die kun je ook drinken. Doe het in de blender. Ja, kom. Pannenkoeken. Pannenkoeken? Pannenkoeken, gewoon, dat is mijn jam. Dit is mijn jam. Ik hoop dat je echt ontzettend geniet hiervan. Echt heel leuk dit. Leuk dat jullie er zijn. Nou, dat meen ik dan weer wel. Maar dit, hoe kan ik dit niet eten? Max. Nou, dat gaan we allemaal zien. Wij gaan kijken hoe jij dit niet gaat eten. Oh, lekker. Ah, mijn ouders zijn ook sadisten. Dit is zijn hele heftige dagen geweest. Ik heb niet zo heel veel gefilmd. En dat komt omdat we hele heftige dagen hebben gehad. Oh, dat zei ik net ook al. Met Ramon en Boter. Want ja, twee katjes. Er zijn er in totaal 4 geboren. Maar er zijn er 2 overleden. En dat komt denk ik omdat ze een beetje te vroeg geboren zijn. En Linda niet zoveel zin heeft om moeder te zijn. Die heeft zoiets van... Yo, ik ga partyen. Ik ben een teen mom. Ik heb andere dingen in mijn hoofd. Linda is 2. Dus dat is nogal heftig geweest. Ramon en Boten, die hebben we kunnen redden. Maar op het niepertje spoedkliniek geweest. Rip uit mijn lijf. Maar ja, pray voor Ramon en Boten. Overigens, don't try this at home. Film niet op de fiets. Hier is nu niemand en het is heel rustig. En ik fiets echt 2 km per uur. Dus dan is het oké. Maar nog eventjes een update natuurlijk over het shaken. Want daar komen we hier voor uiteindelijk. Ik voel me supergoed. Ik vind het niet leuk, want ik wil gewoon chocola en eten en vooral zout eten. Maar het gaat wel goed eigenlijk. En wat ik ook heel grappig vind, is dat je dus meteen al stopt met snackgedrag, zeg mamaar. Ik heb gewoon een soort van 3 maaltijden en het is fijn. En normaal dan bij ieder moment van verveling ren ik naar de koelkast voor chap. En nu heb ik dat eigenlijk niet. En dat is wel even een fijne reset zo. Oh, oh jongens, we hebben echt een nacht gehad. Het is ongelooflijk. Geen dag meegemaakt. Wat? Ik heb letterlijk, nou, ik denk 31 minuten geslapen vannacht. En dat op de dag die misschien wel het belangrijkste van het jaar is. In ieder geval, we hebben een heel belangrijk project wat we nu gaan filmen. Waarin ik... het moet trekken. Ik presenteer shit. Ik moet een heel diepte interview afnemen. En ja, dit is geweldig. De reden zijn 2 kittens. Ja, echt maar 1 hoor. Die andere deed prima. Ja, dat is waar. 1 die echt... Nou, we weten niet wat er met hem of haar aan de hand is. Ik heb nog niet geslacht kunnen checken. Je wordt wel geslacht als het nog hier is. Ja, het was echt ongelooflijk. Maar we lachen. En Jezus. Shaky. Shaky, ja. Ik ben zo misselijk van de vermoeidheid dat ik gewoon... Ja, ik kan het woord shake niet eens uitspreken. Het is gewoon... Ik vind jou heel vervelend. Dus ja, maar ik ga toch maar weer wat eten. Overigens is het ook wel spannend dat ik dit experiment doe terwijl ik dus zo'n belangrijke draaidag heb. Want ja, als het helemaal finaal fout zou gaan met die shakes en ik me niet goed zou voelen, dan ja, al heeft dat misschien wel invloed natuurlijk op mijn performance. Maar goed, ik voel me goed. Op zich, afgezien van de misselijkheid. Door de misselijkheid ben ik niet meer zenuwachtig. Dus ja, weet je. Meestal word je misselijk van zenuwen. Dus op zich ben je er gewoon al. Ik ga jullie meenemen. Of Max gaat jullie misschien wel meenemen. Misschien dat Max wel hier en daar een beetje gaat filmen. Toch Max? Max wil een hoekje slapen hoor. Nou, ging heel erg goed. Het stort nog niet om. Het is 2 uur inmiddels. Ik neem hier een shake.
Als je trouwens dit huis herkent, dan mag je het zeggen. Maar ik ga het niet zeggen, want het is nog een geheimpje. Ik ga er natuurlijk later meer over vertellen. Maar ja. Ik moet zeggen, ik voel me goed. En ik denk wel echt dat dat heel erg te maken heeft met het feit dat ik dit drink. Want ja, je krijgt gewoon al je vitamine binnen. En dan maakt het iets minder uit dat je geen slaap hebt gehad. Dus ja, ik ben eigenlijk wel blij met dit experiment op deze dag. Maar ik heb ook echt... Oh, ik kan niet wachten. Chocola. I'm coming for you. Ik ben bij Sarai Pannenkoek. En die hebben jullie misschien al eens eerder in mijn video's gezien. Want dat is een hele fijne expert die ik alles heel graag vraag over alle dingen rondom voedsel. Zo ook vandaag. Wil je jezelf nog heel even voorstellen? Ja, ik ben Sarai Pannenkoek. Ik ben diëtist en wetenschapper. En ik heb een eigen praktijk in Amsterdam. En ik werk vooral met topsporters en cliënten met een eetprobleem. Ja, mooi. Nou, jou ga ik van alles vragen over maaltijdchicks. Mijn eerste vraag is gewoon heel simpel. Is het überhaupt mogelijk om alle vitamine en mineralen binnen te krijgen via zo'n shake? Want ze beloven het, maar kan het überhaupt? Ja. Is het waar? Ja, het is waar. Mits je natuurlijk wel voldoende ervan binnenkrijgt. Dus als je kijkt naar gewoon een goede maaltijdvervanger in een shake, dan is het officieel wettelijk bepaald dat je dan met 3 porties, of in ieder geval met de aanbevolen hoeveelheid van die maaltijdsvervangers, per dag alles moet binnenkrijgen wat je op de dag nodig hebt. Dus alles aan vitamines, mineralen en spoorelementen. Ja, dus het klopt dat ik me goed voel. Ja, zeker. Ja, want dat is niet een placebo effect. Ja, het kan natuurlijk altijd ook een deel placebo zijn. Hoe zou jij het gebruik aan, nou, vind je het überhaupt zo'n shake een aanrader? En hoe zou je het zelf adviseren om te gebruiken? Ja, en dan kijk ik gewoon voor het punt als iemand al geïnteresseerd is in zo'n shake. Dus als stel je kijkt deze video en je denkt, ja, ik wil het eigenlijk wel gaan proberen. Ik ben nieuwsgierig. Nou, dan geef ik deze tips aan jou. Kies in ieder geval voor een shake waarbij in ieder geval die volledige samenstelling wordt gegarandeerd. He, dus echt een maaltijdvervanger. Daarnaast kun je ook nog kijken naar de ingrediënten. Dus ik zou altijd wel zeggen van, of kijk naar producten die op basis zijn van gewoon goede producten. Zoals havermeel of soja of ertemeel of net wat. Dat het een beetje, dat je het herkent. Ja. Dat er niet allemaal vage ingrediënten opstaan. En natuurlijk ook kijken naar de smaak. En ja, eigenlijk kan je dan gewoon gaan. Ja? Ja. Nou, top. Hey, heel erg bedankt hiervoor. Ja, heel erg verhelderend. Graag gedaan. Dankjewel. Als je Sarai wil volgen op Instagram, dan staat hier haar Instagram naam. Het is heel interessant. Ze deelt heel veel nieuwtjes, feitjes over en meningen over van alles en nog wat. Dus doe dat absoluut. Het is een aanrader. En nogmaals heel erg bedankt. Graag gedaan. Mijn laatste shake, jongens. Deze is trouwens van Orange Fit. Ik vond dat denk ik de lekkerste al met al. Ik zal de conclusie kort houden. Ik vind deze shakes een aanrader. Ik vind het niet een aanrader om alleen maar op deze shakes te leven. Want dat is niet leuk. Eten is sociaal en emotioneel. En het is zo leuk om met eten te spelen en te eten. Maar te koken en gerechten en smaken samen te stellen en... Dit is gewoon niet leuk. Punt. Maar het is wel heel erg handig als je geen tijd hebt, als je geen zin om te koken, whatever. Dan kun je dit nemen. Maar heel goed punt van Sarai. Als je wil afvallen of als je gezonder wil leven, dan draait het uiteindelijk om gedragsverandering. Je moet effort steken, je inlezen, dingen proberen, met mensen erover praten. Om te leren over voeding en wat gezond is en wat voor jouw lichaam werkt. Dat gaat zo'n shake niet oplossen. Heel erg bedankt voor het kijken. Als jullie nog vragen hebben, dan stel ze in de comments hieronder. En ik zie je volgende keer. Muah!